Hi! De plek waar ik nu sta was vroeger de Zuiderzee. Zoals je misschien wel weet, is in de jaren 30 natuurlijk in de Zuiderzee een gedeelte, een nieuwe provincie gemaakt. Flevoland. In de jaren 70 dachten kunstenaars, waarom moet kunst per se in een galerie of in een museum? En niet gewoon midden in de natuur. We brengen de natuur naar het museum toe. Dat waren kunstenaars, maar waren ook heel veel mensen die grote natuurprojecten deden. Dus echt kunst in de natuur. En zo ook Robert Morris. En ik sta nu, zoals je gedeeltelijk al achter me ziet, in het observatorium. En het begint nu ook weer te regenen. Maar ik zal je even meenemen naar het begin, want het is echt wel een bijzondere locatie. Er loopt hier een heel klein muisje. Dat is de ingang. Daar kom je eigenlijk binnen. Daar is de weg en een soort van kleine parkeerplaats. En de ingang is zo groot dat je er net kan staan. Kijk, ik kom net bij mijn hand daar zo. En daar kom je binnen. Dan loop je rechtdoor. En dan kom je in deze plek. Daar kan je zien waar je binnenkomt. Dan kom je in een soort van open plek. En als je helemaal naar het midden loopt, is er een steen waar ik dan op ga staan. En zoals je het geluid hoort, is het echt... Een soort van echo. Echt super bijzonder. Als je met je rug naar de ingang, is aan de andere kant, zijn er drie vizieren. Als ik een beetje buk, want ik ben een beetje te lang, daar precies is een soort van V-vorm. Daar zou je dan de zonsopgang kunnen zien van de zomer. In het midden de lente en de herfst. Door de metalen V aan het einde. En rechts de zonsopgang van de winter. En dan staat hier dan ook een dikke windmolen en een enorme weg naast. Want dat is dus vrij nieuw als je dan hier zo doorheen loopt. Eerst stond dit kunstwerk midden in de vrije natuur. Maar ze hebben dus de weg hiernaast gebouwd. Oh. Het is hartstikke mooi dat je nu met de trein rechtstreeks door de Flevopolder kan. Maar het is wel jammer van dit kunstwerk, vind ik hoor. Het zou echt perfect zijn als het hier gewoon helemaal stil was en dat je oneindig ver kunt kijken door de vizieren. En ik sta hier op een steen. Het is dus ook gebaseerd op Stonehenge en meerdere echt oude natuur, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Ah, hier staat het. Dit observatorium brengt de mens in contact met kosmische en planetaire systemen, net zoals bouwwerken, zoals Stonehenge en de antieke sterren- en zonne-observatoria in Chichen Itza in Mexico en nog een plaats in India. En hier staat inderdaad een stukje over de Zuiderzee en om kunst die opnieuw het landschap verandert. Kunst zo groot dat je beleeft om doorheen te lopen. Kunst die verwijst naar het verre oorden. En de oorsprong van de plek naar het universum of naar de toekomst. Observatorium, daar zijn we nu. En dan nog Aardzee, zie je FC Heritage Sarah. Nou, daar gaan we, ga ik nu heen. En er is ook nog van Anthony Gormley is er ook nog een beeld. Maar blijkbaar hoort dat niet bij deze vijf. Hier is de kaart. Kun je de route volgen? Over 1,1 kilometer. Recht. Anthony Gormley.
Storm. Die is volgens mij een Amerikaanse kunstenaar. En hij maakt heel vaak mensenbeelden in de natuur. En zo ook deze die je op de achtergrond ziet. Exposure heet die. En dat is het zesde land art project in Flevoland. Net op informatie bij Robert Morris kon je nog zien dat er maar vijf waren. Maar er is ondertussen deze bijgekomen en er komt binnenkort nog eentje bij. Dat is gewoon wel cool om het in het echt te zien. Het ziet er in het dichtbij echt heel anders uit dan van de verte. Gewoon zoveel stalen constructies. En hij heeft het ook geïnspireerd op heel Flevoland, waar hij heel veel rechte vormen zag. En ook van die kabels die overal hangen. En ja, en ik vind het gewoon wel een mooie locatie. Zo uitkijkend over de zee. Ik ben nu weer een stukje verder bij Daniel Liebeskind. En hij heeft hier ergens in het bos polderland, Garden of Love and Fire. Maar ik hoop nu, ik liep net door het bos en nu rondom het bos. En ergens zou het toch moeten zijn, maar er staat geen pijltje of zo waar ik heen moet. Dus nog even zoeken. Het is trouwens wel weer, dit lijkt ook net een land artwork. Dus. Ik denk dat dit het is. Maar ik herken het echt helemaal niet van mijn foldertje. Ja, wel met die zo. Nou, dat zal het dan moeten zijn. Maar hier zijn allemaal glas. Ik denk dat het onder constructie is. Daarom, ik heb dus echt dat hele bos afgelopen waar het was. Maar het is dus gewoon hier. Zo daar moeten zien. Waterlijnen wijzen verschillende windrichtingen verbinden de windrichtingen met elkaar. Wauw, allemaal kitesurfers. Ik ben op weg naar de Groene Kathedraal van Marinus Boezem. En die zou hier ergens in het bos moeten zijn. Dus nog even lopen. Oké, dit is het dus niet. Ik ben helemaal aan de andere kant van het bos uitgekomen. En ik dacht, mijn richtingsgevoel toch redelijk goed. Daar sta ik nu. En ik moet echt helemaal daarheen. Nou, volgens mij ben ik nu 40 minuten aan het lopen of zo. En ik ben nu weer terug bij het eerste punt. Daar is een paaltje die ik niet besloot om te gaan volgen. Want ik dacht, als ik dit pad achter mij zou volgen, dan gaat het sneller. Maar wat zie ik in één keer de andere kant? Helemaal daar in de verte is volgens mij de auto waar ik mee gekomen ben. En volgens de navigatie is dus daarachter bij het vlaggetje de kathedraal. Het zou dus helemaal de andere kant zijn. Maar ik had daar op de kaart gekeken dat hier het kathedralenpad was op de route. En dat ik deze moest volgen en dat ik dan die kant achter zou zijn. Oké. Nou, ik ben er bijna die kant op. Nou, dat bosje is hem hoor. Je ziet hier op de grond van die betonnen balken. En dat schijnt dan het geraamte te zijn van een kathedraal. Ah, hier zie je het ook. Marinus Boezem 1987. En dan hier een soort van plattegrond. Vroeger was dit natuurlijk de bodem van de Zuiderzee. En Marinus Boezem zag
het maken van een kathedraal als iets groots, zeg maar. Net zoals een zee droog leggen, zoals wat we met Flevoland hebben gedaan. En daarom heeft hij dus de Groene Kathedraal gemaakt. Het zijn Italiaanse populieren in de vorm van een kathedraal. En dan zou daar in het bosje zou juist een uitsparing in de vorm van dezelfde grote kathedraal moeten zijn. En dat samen vormt zijn werk. En hij heeft die populieren geplant in 1987. Dus sindsdien zijn ze echt mega gegroeid. En dit is volgens mij dan de uitsparing van de kathedraal. Nou, ik heb het helemaal door. Daar staat mijn auto. Daar is de uitsparing. En die loofbomen daar zo, dat is de kathedraal. Dus je hoeft geen anderhalf uur te gaan lopen, ja, als je daar per se naar op zoek bent. Ik ben ook wel een beetje eigenwijs dat ik niet die verharde wegen wil volgen. Want ik denk van lente, dat is allemaal heel moeilijk vindbaar en niemand die daar ooit komt. Dus het is echt super toegankelijk. En het staat niet zo goed op die platte grond. Maar het is echt super makkelijk. Je loopt gewoon rechtdoor. Links heb je dat, rechtdoor heb je dat. En als je wil, kan je nog een rondje lopen. En als je niet wil, ga je weer weg. Dat is hem hoor. Dat lopen heel erg in de verte. Daar zo lopen ook mensen. Zo hoog is het. Zo, binnen een kwartier bij de ene laatste locatie. Aardzee zit hier achter. Schijnt het grootste land art werk te zijn in Nederland. Gewoon even een kijkje nemen. Het werk is van Piet Slegers, zoals je ziet. En het gaat over aarde en water. Wat de elementen die samen zijn verbonden op dit grote terrein. Het is net zo groot als de kavels ernaast staat hier. Oh, de landbouwkavels. Dus deze kant. En daarachter zit ook nog. Allemaal een soort van heuvels, een soort van dijken. En de kant waar ik vandaan kwam, kwam ik over een bruggetje. Eindje verder is nog zo'n bruggetje. Oh nee, dit is dan het einde van het terrein. Daar begint meer een landbouwgedeelte. Hier een stukje water. Dan gaat het daar verder. Dit is een soort van open stukje waar dan water was. Maar juist aan deze kant is geen water, maar staan de drie van die boompjes aan het einde. Deze bomen zijn trouwens echt super mooi. Ze zijn bijna grijs. Stam en ook de bladeren. Dan heb je weer zo'n bruggetje. Nou, volgens mij was dat het einde. Ook al wel. Dat het net zo groot is als de kavels hiernaast. Volgens mij is dat niet zo. Misschien net zo lang. Ja, dat klopt wel, want hier kom je dan over het bruggetje. En heb je hier nog een gedeelte, dat zie je dan deze kant. Dan loop je zo, dan heb je dat water. Alleen is het hier wel vrij strak, maar is het nu helemaal begroeid. En dan heb je hier die drie boompjes. Het lijkt echt veel groter. Je bent er echt zo doorheen, maar wel leuk om te zien. Het laatste Lentor project is Sea Level. Dat is een werk dat bestaat uit twee helften. Mijn lens zit raar. Van Richard Serra. Sea Level heet het, zei ik dat al? Sea Level. Zie je achter mij een gedeelte. En aan de overkant. Daar zie je de ene helft. En daar de andere helft.
Het geeft precies de zeeniveau aan. Als er geen dijken geweest zouden zijn, dan zou het tot zover, precies tot aan de nok van de lange wand, water staan. Beetje schuin aan die kant. Beetje lichtgrijs is het. Wat mooi meekleurt in de natuur natuurlijk. Als het helemaal sneeuw is, dan is deze donkerder en nu lijkt hij wat lichter. 200 meter is die. Deze kant en aan de overkant van het kanaal. Ik heb wel vaker Richard Serra werken gezien, maar deze ligt echt super mooi esthetisch ook in het landschap. Echt gewoon de omgeving, echt super kaarsrecht en ja, lekker simpel en ja, minimalistisch, maar toch grof en wow, ik vind het echt heel erg mooi. En daarmee is ook een einde gekomen aan mijn reis, landartreis door de polder. En ik ga nu weer richting huis.